dames en heren. Mijn naam is Lisbeth Staats, ik ben journalist en ik heet u namens het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis van harte welkom bij deze feestelijke presentatie van het tweede Oral History project. Vorig jaar stonden we iets eerder dit jaar hier ook en toen presenteerde het instituut een serie interviews met Wim Kok en over zijn tijd bij de vakbeweging. Vandaag vieren we de publicatie en de presentatie van de serie interviews met Lodewijk de Waal. Leonard Ornstein, journalist en onderzoeker Danny Oud-Nijhuis, doken in de geschiedenis, in zijn verhalen. En dat resulteerde in een interview van maar liefst 6 uur. Nou, daar gaan we zo over praten. Dan gaan we ook proosten op deze publicatie. Dat doen we met hele lekkere hapjes van Saskia's huiskamerrestaurant. Die worden uitgedeeld. En drankjes voor de praktische zaken kunt u straks aan de bar bij Alwin achteraan bestellen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst naar de inhoud en we gaan praten over de geschiedenis van Lodewijk de Waal bij de vakbeweging. We gaan praten over het poldermodel en over de vraag, we komen vast niet tot een sluitende conclusie, maar wel gaan we praten over de vraag of dat poldermodel bestand is tegen de ontwikkelingen van deze tijd. Voor het eerste gesprek wil ik heel graag uitnodigen Leonard Ornstein, kom maar voor. En applaus voor de hoofdgast van vandaag, Lodewijk de Waal. Bij de microfoon. 6 uur interview, dan leer je elkaar wel kennen, of niet? Nou, ik heb Leonard niet leren kennen, want hij stelde vragen aan mij en ik heb hem eigenlijk niks gevraagd. Nou, laat ik het anders vragen dan. In wat voor soort sfeer vonden die gesprekken plaats? Nou, dat ging over het algemeen wel goed. Ik was altijd. Leonard stelt het erg op prijs als je anekdotes vertelt, dus dat heb ik ruimschoots gedaan. Soms een beetje overdreven natuurlijk wel. Er zat ook wel een moeilijk moment in. Dat waren de gesprekken over de flexibilisering en het flexakkoord. Daar was hij ingesproken. Eigenlijk met de achtergrond had ik het idee dat met dat flexakkoord alles misgegaan was. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Dus daar zit ik. Ik heb dat zitten bekijken. Ik heb niet alles en ik heb nog geen 6 uur gezien. Maar ik heb dat zitten bekijken. Daar werd ik heel defensief. En dat was een wat moeilijker moment. Maar over het algemeen vond ik het een leuke activiteit. En het mooie ervan is ook, doordat hij dat goed had voorbereid, kwamen bij mij allemaal herinneringen boven die ondergestopt waren. Ja. Leonard, hoe kijk jij daar terug? Nou ja, ik was natuurlijk goed voorbereid op Lodewijk, dat het een heel humorvol iemand is, maar ook iemand die waarvoor je op moet passen, want als je hem tegen je krijgt, dan kun je ergens op rekenen. En nou, ik vond dat het eigenlijk redelijk goed is ons gegaan. Dus We zitten weer heel gematigd tegenover elkaar. En Leonard, ik sprak jou over deze interviews en toen zei jij wat een belangrijk punt is in de geschiedenis van Lodewijk Waal bij de vakbeweging, misschien wel zijn politieke hoogtepunt, is de demonstratie op 2 oktober 2004. De grootste demonstratie van de vakbeweging ooit, 300.000 mensen op het Museumplein. Kun je kort schetsen wat daar aan de hand was? Ja, dat is. Kijk, Lodewijk is een heel geëngageerd iemand en een heel strijdbaar iemand. Iemand die echt uit een grote vakbondstraditie komt. Die ook heel duidelijk heeft nagedacht over het imago van de vakbeweging. Daar zelfs, vond ik heel revolutionair, vertelt hij ook over marketing, ideeën over had. Maar wat eigenlijk heel cruciaal was bij die grote demonstratie, dat was dat voor hem een punt bereikt was, echt ook in alle redelijkheid. Dat heeft hij, vond ik, heel overtuigend in die interviews gezegd van zo kan het niet verder gaan. Het ging natuurlijk over het bezuinigingsbeleid van het kabinet Balkenende, maar het ging heel concreet over de vervroegde pensionering. De pre-FUT heette dat, de pre-pensionering en de WAO. Dat waren punten waarvan hij zei, zo kunnen we niet verder. En daar heeft de vakbeweging op dat moment, nou, ik denk dat er meer mensen waren dan Ajax vorige week. Op het museum. Ik ben bij de huldiging van Feyenoord tot de Coliseum geweest, waren er ook veel. Ja. En hoe kijkt u daar terug op die dag? We blijven even in 2004. Het was een hele bijzondere dag. Ik herinner me nog dat Agnes op een fietsje tussen de Dam, want er waren ook mensen die op de Dam wilden demonstreren. Op de Dam en de Museumplein heen en weer. Het waren hele bijzondere dingen met kinderen.
zijn nooit bij veel acties geweest, maar die waren daar ook bij. Ik heb er nog een hele mooie foto van. Dat zijn goede herinneringen. Dat zijn goede herinneringen, maar ik vond toch, als ik alles overzie, het was geloof ik een week daarvoor in Rotterdam, dat was voor mij een emotionele bijeenkomst. Ja. Dat waren niet zoveel mensen, 50.000 geloof ik dat er waren, dat is ook natuurlijk wel veel. Maar dat is mijn geboortestad. Daar kwam een nicht van me ook op me af en zei, niet aan mijn vader vertellen, ik heb een rechtse broer heb ik. En dat vond ik wel heel bijzonder. Ja. En dat je dan ziet dat de brandweerlui op het bordes van de burgemeester staan te springen en te dansen en vuurwerk afsteken, dat was wel heel bijzonder. En dat was ook nog in Rotterdam. Het was Rotterdam. Wat denk ik wel belangrijk is dan, wij doen in dit oral history project, dan praat je met Lodewijk, we deden dat eerder met Nieuw Kok, dan laat je iemand daarover zijn visie, misschien zijn euforie vertellen, maar we gaan dan ook nader in op wat is nou het effect geweest van zo'n demonstratie. Heeft dit iets opgeleverd? Waarom is dat eigenlijk gebeurd? Hoe heb je daar verder op teruggekeken? Ben je daar achteraf tevreden over? Nou, dat kun je terugzien in de Lodewijk de Waal, tapes, zullen we maar zeggen. Maar ja, dat vind ik belangrijk om nog te noteren. Ja. En een ander punt, dat is meteen ook het laatste punt waar we in deze ronde over praten. De topinkomens, Leonard. Dat noteerde jij ook als een belangrijk inhoudelijk punt in deze serie interviews. Ja. En ik wilde aan Lodewijk wel vragen, u wilde die topinkomens aanpakken. Was daar een directe aanleiding voor? In welke tijd gebeurde dat? Nou, dan kom ik toch op Alexander, die hier op de eerste rij zit. Toen die, dat was wel een van de eerste keren dat wij, ik ben met Doekle Terpstra, ben ik bij hem op bezoek geweest. Over het salaris voor de directie van ING. En daar waren we toen al erg boos over. En we zijn er niet uitgekomen in dat gesprek. Het heeft er toen toe geleid dat ik dacht, je moet een statement maken om die discussie op te klooien. En toen heb ik de kleptocratentax. Dat was volgens mij in die tijd ook bedacht. In de Vandalen gekomen, hè? Dat is in de Vandalen gekomen. Ja. Soms bereik je wat. En dat, daar hebben we toen een heel punt van gemaakt. En dat was ook iets wat mij wel dwars zat. Omdat in dat kleptocraten zit ook het, ja, ik heb even op het gymnasium gezeten, kratijn, het beheersen. Dus dat de mensen die de macht hebben hun eigen salaris kunnen. Ja. En dat zat mij wel dwars. En hoe kijk jij daarop, Lennart? Nou ja, wat ik heel fascinerend vind is dat Lodewijk daarover vertelt. En eigenlijk hoopvol is dat dat tot een verandering zal leiden. Maar hij heeft al gepraat met zijn Britse collega. Ik ben even de naam vergeten. John Monks. John Monks. En die heeft al tegen jou verteld van dat gaat niet werken. Er gaat iets heel anders gebeuren. Op de golfclub, geloof ik dat je vertelt, in het interview komen dan werkgevers elkaar tegen of industriële elkaar tegen en die gaan dan tegen elkaar opbieden en je zult zien, dit gaat een averechts effect hebben. En dat is ook heel grappig, dat je eigenlijk ziet dat het, hè, er komt dan op de commissie Tabaksblad, nou, vanuit jouw kijk hoe dat verder ontwikkeld heeft en dan zie je eigenlijk dat het een bijna een averechts effect heeft gehad. Ja, de transparantie. De transparantie. Dus dat je, als het geheim was geweest, hadden ze minder tegen elkaar op zitten te bieden, waarschijnlijk. Ja, want de Volkskrant onder andere publiceerde, en nog een blad, hè, die publiceerde toen gewoon overzichten van Volkskrant. Ja, Volkskrant, ja. Heren, we moeten het hierbij laten. Leonard, jij gaat ons verlaten door een hele ingewikkelde, praktische samenloop van omstandigheden. Dank voor je komst en Lodewijk Waal, blijf nog even zitten, want er komen nog heel veel gasten. Dankjewel.